Het was heel moeilijk om daar te optreden, omdat het materiaal bestond niet voor elektronica. Ze waren zo gewoon van een rockband te hebben elke avond. En toen we daar kwamen, was het echt moeilijk om te eisen wat we wou voor ons klank. Maar in het begin kwamen er veel blacks, dus zwarte mensen. De Detroit scene, waarschijnlijk ook al die mensen die geïnteresseerd waren in een andere soort muziek. Maar ook voor Front, het groot verschil is dat wij een van de eerste elektronica act, live act, waren in Amerika. En dat was wel iets uitzonderlijks.